Goedemorgen. Zou jij dan gel of gewoon zo'n doekje? Ja, pakken. Een doekje denk ik. Dat is makkelijk. Anders moet je ook eerst spuiten. Ja. Ik wou even weten of je blij bent dat of de bibliotheken weer open zijn. Ja, zeker. Dat is hartstikke lekker. Ja? Ja, gewoon weer. Little old rule. Beetje reuring. Ja, beetje reuring. Beetje reuring. Nou, mooi man. Nee joh, lekker. Nou, maak maar een foto van deze mevrouw. Deze mevrouw is de allereerste klant. Okay. Na 5 maanden dicht geweest te zijn. Bent u er blij mee? Ja. Ja? Ja, zeker. Nou, zijn wij er ook blij mee. Welkom. Teddy, hoe gaat het? Prima. Loopt het een beetje door? Het loopt storm. Nou, wat moeten mensen precies doen? Want ik zie je met mandjes bezig. Mensen moeten hun handen smetten en dan moeten ze een mandje pakken. Ja. Het is om te weten hoeveel mensen er in de bibliotheek zijn. En dan willen we graag dat ze zich nog registreren. Ah. En dat ze gezond zijn, niet met snuffende mensen in aanraking en zo. Wat goed. Goedemiddag. Dat de bibliotheek weer open is. Ja, die heeft veel eerder moeten open. Ja? Ja, veel eerder. Met vooral Izo, hè? Izo, dan staat nou. Ja. Veel ruimte. Hè? Ja, je houdt daar afstand. Ja. Dus dat, ja. Maar ik vind het heel fijn dat hij wil. Dan kunt u weer uw favoriete boek komen halen. Ja, en een vrouw. En voor de vrouw kijken, hè? Ja. Dus. Nou, hartstikke leuk. Ja. Dank u wel. Okidoki. Ja.